Deze keer ben ik op de kunsttoer en ik zit bij een heel kleurrijk persoon aan tafel. Ver niets tegen. Ik ben blij dat ik bij jou in huis mag komen met al deze mooie schilderijen. Ik begin eerst eens met jou om te vragen, waar kom je vandaan? Uit Den Bosch. Oké. Daar ben ik geboren, getogen. En wij zijn, even kijken, in 1989 zijn wij hier gekomen. Ik had er nog een bedrijf in Eindhoven. En toen was de A2, die was nog vol met stoplichten. Ja. En toen dachten we van, weet je, tussenin is mooi. Ik wilde niet in Eindhoven wonen. En dit vond ik een mooi dorp. Dus ik ben hier, ik heb hier ook op school gezeten. Oh ja? Ja. Hier op school? Ja, op Sint-Lucas. Oh, op Sint-Lucas. Ja. Heb ik reclametechnieken gedaan. Leuk. Ja. Want daar ben jij ook mee verder gegaan met reclametechnieken? Ja, dat heb ik gedaan. En ik heb in Eindhoven een reclamebureau gehad. En dat heb ik nu nog. Nou, zit je in Bokstel of zit je nog steeds in Eindhoven? Nee, ik zit in Bokstel. Oh. Ja. Ja. Ja, in het dorp. Een hele mooie plek. Ja. Waarom ik eigenlijk ook bij jou hier in huis ben, is dat ik zo van die prachtige mooie kunstwerken zie. En de ene is nog mooier en kleurrijker dan de andere. Ja. Heel iets anders. Het schilderen. Ja, dat klopt. Het ene is op de vierkante millimeter en het andere spat overal tegenaan. Ja. Op de vloer, op de doek, op het plafond, op mezelf. O ja. Ja. Ja, want hoe ben je er zo toegekomen om te gaan schilderen? Want ik snap, als je zo in een reclamebusiness zit, is het natuurlijk veel achter de computer. Ik was denk ik 6 en toen kreeg ik van een tante van mij een schilderskistje. En die zei van, volgens mij hoort dit bij jou. Nou, dat is eigenlijk heel bizar. Ik ben toen gaan schilderen. En dan begin je met portretjes, met landschappen, met stille levens. Weet je, van alles ga je uitproberen, je schildert wat dingen na. En uiteindelijk kom je gewoon zover dat je denkt, oké, nou ga ik een eigen richting zoeken. En dan ga ik iets zoeken wat bij me past, waar ik ook heel breed in kan. En waar ik gewoon heel vrij in kan schilderen. Ja, en dat is dit geworden. Ja, want als jij met Lucas ging, heb je eigenlijk de reclame richting gekozen. Ja. Deed je het schilderen er dan nog constant bij? Dat heb ik altijd daarnaast gedaan. En ik ben ook naar de kunstacademie gedaan, want ik wilde eigenlijk monumentaal doen. Ik wilde dit hiervan mijn beroep maken. Ja. En op de academie zeiden ze, nou, als je nou verstandig bent, dan ga je met je reclame verder. Want dat is zekerder dan dat je gaat schilderen. Ja. En hou dat schilderen erbij. Kom regelmatig kijken bij monumentaal, doe eens mee. Dat heb ik ook gedaan. Ja. Wat houdt het in? Is dat een bepaalde opleiding op de kunstacademie of zo? Ik heb grafische vormgeving op de kunstacademie gedaan. Oh, okay. Dus ik heb zowel Lucas gedaan als de academie. Ja. Maar regelmatig ook naar de monumentale afdeling. Want ja, daar ging mijn hart van stromen, ja, weet je? Ja, want je kunt er niet van leven. Nee, dat gaat niet. Dat gaat niet. Gaat niet. Maar dan moet je iemand zijn à la Rembrandt of zo, ja, in die tijd. Ja. Alhoewel hij er volgens mij ook niet van kon leven. Nee, toen niet. Nou wel. Nou, ja, dan heeft hij niks meer aan. Ruim. Nou, oh. Ja, maar dan hoor je wel heel veel van kunstenaars. Hè, dat ze echt hun ding doen, maar dat het nooit een grote boterham is. Hè? Nee, ja. Het is voor enkele weggelegd. Weet je, we vinden cultuur en kunst allemaal ontzettend belangrijk. Ja. Maar je moet wel echt hoog in de boom hangen, wil je daar goed je centjes mee kunnen verdienen. Ja, ja. En jij combineert het. Je hebt aan de ene kant jouw reclamebureau. Ja, ja. En aan de andere kant als hobby, zo moet ik het zien. Ja, hè? Nou, het is wel iets meer als een hobby. Ja, toch? Ja, want ik exposeer ook wel in verschillende galeries. Leuk. Zowel in Nederland, maar ook, ik ben ook in Duitsland geweest en ik ben in Italië geweest en het werk heeft in Canada gehangen. Zo. Dus het is wel iets meer als dat. Ja, want dat is toch ook een hele onderneming, hè? Om daar met al die schilderijen naartoe te gaan. En zeker in Canada of zo, of Italië. Dan... Ja, nou, ik had familie in Canada wonen en ik had gezegd, als ik bij jullie ben, dan neem ik ook werk mee. Ja. En dan gaan we eens kijken hoe het daar bevalt. Ja. Ja. En dan was het leuk? Werd het enthousiast ontvangen? Nee. Nee, want dat is denk ik toch een heel ander volk, hè? Ja, dat klopt. Canada. Ja, dat is heel traditioneel.
Heel traditioneel. Die houden meer van een landschap, boerderij, duidelijk. Ja, precies. Wat je daar in die gallery ziet, dat zijn allemaal landschappen. En schilderijen waar beren op staan, of eilanden of wat dan ook. Weet je, of bergen, of dat soort dingen. Ja, die komen hier ook helemaal niks mee. Nee. Ik heb onderzoek laten doen om te kijken of ik het in China kon ophangen. En er is iemand van mij die met het werk op stap gegaan. Op papier, hè, afgedrukt dan wel. Ook niet. In China? Nee. Die moet dan of heel beroemd zijn, of ze moeten het begrijpen. Nou, dat laatste begrijpen ze sowieso wel niet. Nee. Dus dat je merkt gewoon dat het werk wat ik maak, dat is ook echt Noord-Europees. Zuid-Europeanen zien dat ook niet. Ik ben in Italië geweest. Want het is toch vrij kleurrijk? Je zou toch zeggen, een Italiaan of een Spanjaard, die zou hier toch wel... De kleuren wel, maar de vormentaal niet. De drukte van het schilderij? Nee, niet de drukte, maar gewoon... Het is natuurlijk... Het zit tegen het abstracte aan. Het zijn allemaal wel afbeeldingen van of mensen of van dieren of een mengeling daarvan. Maar de manier waarop het geschilderd is, zit toch wel tegen... Je moet even wat verder kijken en dat, ja, dat pikken ze daar niet op. En je eigen inlevingsvermogen gebruiken. Ja. Om het te zien, ja. Om het te snappen. Ja. Ja, dat is wel heel belangrijk. Ja. Maar en daar zijn wij hier in Nederland en ook Denemarken. Je merkt dat die mensen die pikken dat op. Duitsland ook. Weet je, die vinden dat leuk, die vinden het interessant om ook je eigen idee erin te laten gaan. En zelf dingen te onderzoeken. Ja, waar ligt dat nou aan? Waar ligt dat, dat het ene land daarvoor openstaat en dat er gewoon een heel stuk van Europa ook niet voor openstaat? Nou, kijk, het is generiek hè, wat ik nu zeg, want er zijn natuurlijk best wel mensen die dit werk mooi zouden vinden. Maar over het algemeen is het zo dat de Noord-Europeanen zijn veel individualistischer dan de Zuid-Europeanen. Ze zijn veel familiair gericht, maar daardoor ook veel traditioneler. Ja, ik heb geëxposeerd in Florence en daar zag je gewoon dat de mensen die uit het zuiden kwamen, hadden veel meer de beeldenissen van mensen of van landschappen of wat dan ook. En zochten veel minder de abstractie op. En de mensen uit het noorden, die kwamen wel meer met abstract. Het is gewoon heel... Ja. Kun je nagaan wat een cultuur en alles doet, hè? En tradities, ja. Hè? Ja, zeker. En ik denk wel als mensen altijd aan een bepaalde traditie vastzitten, dat ze daar ook bijna niet vanaf willen. Klopt, hè? Ja. Dus daar kun je veel minder mee, hè? Ja, dat klopt. Daarom ben ik wel blij dat ik hier ben geboren. Want het geeft gewoon een ontzettende vrijheid. Ja. Ik denk dat Nederland ook wel een land is, mensen die hier geboren worden, dat ze het ook een bepaalde vrijheid hebben. Want hier kun je alles, hè, in dit land. Hier kun je alles en hier gebeurt ook van alles. Ja. Je hebt hier gewoon, in Nederland is ook wel een land van heel veel kunstenaars. Ja. Heel veel stromingen. En Frankrijk zo, je hebt toch ook... Frankrijk zit er wel een beetje tussenin. Ja. Frankrijk zit er wel een beetje tussenin. Ja, denk het ook wel. Ja. En België ook wel, zo, toch wel. Ja. Leuk. Ja. Ja. Dus uiteindelijk ben je altijd toch al bezig met je schilderijen. Is er dan een bepaalde tijd dat je dat doet van de week? Of zeg je van, als ik vrij ben, dan begin ik? Of nou, heel vaak is het zo dat ik overdag heb ik mijn reclamebureau. En als het niet druk is, dan werk ik 's avonds niet in mijn bureau. Maar dan ga ik schilderen. Ik geef helemaal niks om televisie. Nee? Nee, vind ik helemaal een heel enkele keer een filmpje of zo maar. Dus dan ben je echt altijd in je atelier bezig. Ja, dat vind ik het leukste. Is het niet moeilijk? Want je moet toch eventjes je ratio uitschakelen, denk ik. Hè? Dat klopt. Het is niet moeilijk, maar het staat bij mij gewoon altijd aan. Weet je, ik kan voor een doek gaan staan en dan begin ik. Oh ja? Ja. Dus je hebt altijd wel een verhaal? Of weet je al van tevoren van, nou, ik ga dat onderwerp schilderen? Nee, of... weet ik helemaal niet. Nee? Weet ik helemaal niet. Nee, ik werk met... 6, 7, 8 doeken tegelijkertijd. Die zet ik neer, begin ik te schilderen. Ik begin altijd linksboven met een kleur. En dan begint het te komen. En dan komen er vormen, komen er lijnen, komen er kleurvelden. En dan gaat laag na laag na laag na laag. En dan worden schilderijen omgedraaid en bekeken. En dan uiteindelijk bij laag 6, 7 ga ik kijken van... Wat? Laag 6, 7, dus je bedoelt laag op laag op laag op laag. Ja. En dan in één keer denk je, hé... Hey. Ja, nou ga ik eens even kijken wat ik nou in godsnaam gedaan heb. En dan komt het verhaal pas. Dan denk ik, dit zie ik er eigenlijk in. Ja. En dan ga ik dat versterken door
kleurvelden aan te brengen, waardoor het idee wat ik dan heb naar voren te halen. Ja. En dan ga ik het ook verfijnen en dan ga ik het ook naar mijn gevoel ook esthetisch ook helemaal afmaken. Ja. Dat het ook een dynamiek heeft, dat die kleuren goed kloppen. En, maar dan ben je gericht aan het werk. Dan ben ik gericht aan het werken. Dan heeft het verhaal zich al gevormd. Ja, dan heeft het verhaal zich gevormd. Ja. Dit is wel een van mijn favorieten. Mm-hmm. Dit schilderij heet Trouw met me. Ach. Ja, als je goed kijkt, je ziet daar een hoofd van een man. Ja. En die heeft een arm naar achteren, die buigt. Hier zie je eigenlijk zijn arm zo ervoor, die buigt voor zijn toekomstige vrouw. En op dat moment zegt hij, trouw met me. En wat je dan bij haar ziet, je ziet haar ogen die worden heel, heel groot. En je ziet ook al gelijk allerlei vakantieeilanden en zo. Haar hart klopt in haar keel, ze wil eigenlijk lachen, maar ze giechelt. Ze weet eigenlijk niet precies wat ze moet doen. Haar haren staan stijf omhoog, die borsten zwellen ook gelijk al op. Zijn hart klopt ook aan alle kanten. En het spat er aan alle kanten, spat het eraf. Hè? Het is namelijk zo, die vraag die hoop je maar één keer in je leven te moeten stellen. En dat doet hij. Ze heeft nog geen ja of nee gezegd, dus het zal nog een tijdje duren. Ik denk dat ze wel ja gaat zeggen. Ik denk het ook. Ja, ik denk het ook. Prachtig. En ik zou je zeggen, dit schilderij, er zitten ongeveer 8 lagen zitten hieronder. En tot de 7e laag stond die andersom. Omdat ik toen... Ik wist niet waar ik mee bezig was en ik had de schilderij per toeval zo neergezet. Toen dacht ik van, oké, dit is het. En toen heb ik hier nog wat dingen weggeschilderd en dingen naar voren gehaald. En ja, toen is het schilderij Trouw met me gekomen. Goh. En het is voor mij dus gewoon een, het is een zoektocht. Weet je, het is gewoon heel leuk dat je begint met kunst. Je staat voor een doek en je begint. En van lieverlee ontstaat er iets en dan komt er een verhaal komt erin. Ja. En dat is, dat vind ik zelf een hele spannend iets om daarmee bezig te zijn. Dat doen we hier met, we zaten hier met z'n vier in huis, kinderen zijn weg. Maar mijn kinderen die doen dat ook, die schilderen ook alle twee. En het is gewoon mega, het is gewoon zo ontzettend leuk dat je dat ziet, dat het doorgepakt is en ook dat zij dat leuk vinden. Ja, je hebt natuurlijk toch die creativiteit al een stuk van jou meegekregen. Ja, dus dat is ook wel heel leuk. Ja, en Astrid die geeft helemaal niks om schilderen. Die vindt het niet leuk om te doen. Maar ze heeft er wel een hele goede kijk op. En zij geeft altijd de naam aan de schilderijen. Oh ja? Ja, ja, ja. Ik vertel van, dit heb ik geschilderd. En dan vertel ik het verhaal, wat je ziet in het schilderij. En dan zegt ze, oké, dan moet die zo heten. Ja, prima. Ja? Ja, en waarom vind je dat prima? Dat is ook wel leuk, want ik zou dan denken... Zij heeft een hele goede... zij heeft er wel heel goed gevoel voor. Ja, ze weet wanneer een doek goed is, wanneer het nog niet af is of wanneer het wel af is. En zij komt altijd met verrassende termen. Ja, zij heeft meer zo van bam, bam, bam. Ja. Ja. En jij denkt, oh ja. Ja. Zij zit meer te veel nog in het schilderij, in het verhaal. Ik zit te veel in het schilderij, in het verhaal. En zij kan dan objectief, vanuit de buitenkant kan ze zeggen... Dan moet je het zo noemen. Ja, slim. Ja. 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 Ah, eigenlijk, ik zeg ook wel eens, nee, het moet toch anders zijn. Maar over het algemeen, ja. Ja. Het lijkt me zo moeilijk als je vooral zo'n groot doek hebt, om dan te zeggen, nou, dan ga ik beginnen. Het is wel leuk dat je zegt, ik begin altijd linksboven. Ja, dat is heel gek. Ik begin linksboven. En de kleur, heb je die dan, pak je maar een kleur waar je oog op valt? Of zeg je... Ja, ik pak een kleur waar mijn oog op valt. Ja, dus ik heb een aantal grote paletten. Ja. En ik heb dan een veld met alleen maar rode, een stuk of 20. En ook blauwe en groene. En gele zijn dan minder, want dat gamma is kleiner. En dan begin ik of met een paletmes of met een kwast. En dan begin ik. En dan zie ik wel wat er gebeurt. Dan pak ik gewoon een van de kleuren. Aan het ene doek begin ik met rood en aan het andere begin ik met blauw. Dat zijn wel de kleuren die het meest naar voren komen. Ja. Maar het kan best dat die kleur later weer overgeschilderd wordt. Dat ik toch denk, oh nee, die kleur... Het moet toch een andere tint zijn. Ja, leuk. Ja, ja. Het lijkt me wel, het lijkt me wel leuk om iets. Je bent echt iets aan het creëren. Ja, je bent echt iets aan het creëren. En dat is wel heel En ik bijzonder. Weet niet waar het naartoe gaat. Ja, dat is loslaten. Ja, dat is loslaten. Ik weet niet wat er uitkomt. Maar ik heb er alle vertrouwen in, na zoveel jaar, dat er gewoon altijd iets uitkomt. Is dat ook zo? Ja. Heb je ook nooit dat je denkt, oh, wat een frudding heb ik gemaakt? Klopt. Dan zet ik hem weg. En dan pak ik hem een jaar later. En dan ben ik boos. En dan. En dat is die.
Ja? Ja, dat is echt. Want ja. Jij hebt altijd acrylverf. Ja. Waarom acryl? Het ruikt niet. Het droogt heel snel. Dus ik kan heel snel overheen werken. Ja. En dat vind ik gewoon heel prettig. Ja. Dat je die snelheid kan hebben. Ja, want er zit wel ontzettend veel beweging in jouw schilderijen. Ja. Dus daaraan kan ik ook wel zien dat je ook een snelle jongen bent. Ja. Ben je dat ook? Nou, in het schilderen zeker, ja. En in het dagelijks leven? Ja, hoe bedoel je dat? Met nou, snelle jongen? Snel met je werk. En ja, ik vind het in een reclamebureau, is toch ook, dan moet je het ook scherp zijn, alert zijn, kunnen handelen, ideeën kunnen verzinnen. Nou, daar is het meer. Mensen denken altijd dat een reclamebureau altijd heel creatief is. Yeah. Maar er zit juist heel veel analyse in. Om iets goeds voor een klant te kunnen maken, yeah, okay. Moet je eerst aan de voorkant moet je heel goed kijken. Hoe doen de concurrenten het? Welke doelgroep praat ik eigenlijk voor? Wat wil ik naar buiten brengen? Er zit heel veel analyse in. En pas het laatste deel, daarin komt de creatie. Dat is maar een heel klein onderdeel van alles. Dus daardoor vind je, daar is een bepaalde rust, structuur. Ja, er zit heel veel structuur in. Ja. Ja. En in jouw schilderen is het tegenovergestelde, ja, dan mag je los. Ja, inderdaad. Dat is wel leuk, die combinatie. Ja, dat klopt. Ja, want ik zat te denken, ja, reclame is ook creatief, maar dat is niet inderdaad. Je moet goed nadenken. Dat is echt een vak. Dat is echt, dat heeft te maken met doelgroepen, alles eromheen natuurlijk. Ja, je gaat een hele lijst ga je af. En dat is belangrijk. Als je dan uiteindelijk met een verhaal bij een klant komt, kun je het ook helemaal onderbouwen waarom je bepaalde dingen hebt gedaan. En waarom die juist moet kiezen voor dat ene ding. Ja. En dan kom ik altijd maar met één ontwerp bij een klant. Want een klant kan namelijk, die heeft er geen verstand van. Nee. Ja, dat is een beetje lullig gezegd, maar die huurt mij in om voor advies. Ja, want waarom zou je... Ja, dat is ook zo. Als je er 100% achter staat, achter de onderwerp of ontwerp wat je gemaakt hebt, waarom zou je er nog twee andere bij maken? Ja. Precies, want de klant gaat namelijk altijd de verkeerde kiezen. Dat vind ik gewoon jammer. Ja. En dan leg je dan uit aan de klant en de klant zegt, die krijgt dan ook de inzicht van, oh ja... Ja, dat is prima. Zo had ik het niet bekeken. Nou, maar ik heb gewoon een hele degelijke onderbouw. Ik kan het verhaal helemaal uitleggen. En dat is gewoon... Mijn klanten zeggen ook 9 van 100 keer van... Oh ja, je hebt gelijk. Ja. Ja, dat moeten we doen. Dat is kicken, hè? Dat is kicken. Als je dan weer naar huis rijdt en denkt zo, bam. Ja. Leuk, hoor. Ja. Maar je moet je eigen wel in een bepaald... harnas wil ik niet zetten, maar je moet wel je kopje erbij houden, want je moet iets kunnen verkopen. Je moet het eerst helemaal uitgewerkt hebben. Ja. Dus het is, ik kan me voorstellen dat je dan zo losgaat. Dat is wel een leuke tegenpool. Met dat is, echt een hele leuke tegenpool. Ja, weet je, als je gewoon overdag heel systematisch hebt gewerkt en dan 's avonds, dan ga ik naar boven. Ik woon hier natuurlijk vrij. Ja. Dan gaat die muziek heel hard aan. En de ene keer is het klassiek, maar de andere keer is het gewoon... ongelooflijke teringherrie. Ja, echt waar. En waarom is dat dan? Waar ligt dat dan aan, die muziek? Ja, dan heb ik dat nodig om gewoon vaart te kunnen maken. Ja. En soms heb ik het nodig om juist rustige partijen te kunnen schilderen. Ja. De muziek is altijd een aanjager, aanjager of, voor... Wat? Dat altijd heel snelle muzik is. Dat klopt. Maar dat zie je ook. Want ik bedoel, de verf zit tegen het plafond, zit op doek, zit op de grond. Er ligt overal verf. Ja. Ik heb zelf ook een kledingstuk aan wat ik helemaal onder de verf zit. En vaak dan, als ik klaar ben, denk ik, ik moet even onder de douche. Want is mijn gezicht helemaal blauw of mijn armen. Dat heeft dan te maken met die... met die vaart waarmee ik schilder. Zeker een soort ontlading van de dag ook? Of zie je dat? Ja. Het lijkt mij als je zo in de reclame zit, dat je toch wel heel scherp moet zijn, maar ook dat er toch een bepaalde spanning in zit. Zit er ook. En dan lijkt het me ontzettend fijn ook om echt die lading die je bij hebt, om die te kunnen... om te ontladen. Nou, dat klopt. Dat is ook zo. Dat is wel een mooie combinatie. Ja, dat is zeker een mooie combinatie. Weet je, je zit overdag, zit je een redelijk keurslijf. Als ik naar een klant ga, dan kleed ik me gewoon netjes aan. Dus uit een stukje respect, een stukje presentatie. Ja. En dan s'avonds, dan gaat het helemaal los. Dan gaat die kleren uit en dan gaat die kloffie en dan... Maar hoe ben je nou gekomen om zo kleurrijk te gaan schilderen en...
Want ja, ik denk dat je daar niet zomaar in één keer aan begint. Hè? Net wat jij zei, nee. Ik heb ook poppetjes geschilderd. Klopt. En, ja, ja. Nou ja, op een gegeven moment, ik heb jarenlang geschilderd, dus ik had best wel wat ervaring. En toen dacht ik van, nou, als ik nou echt daarin verder wil gaan en ik wil echt iets neerzetten, dan moet ik iets zoeken waar ik lang in ver kan gaan, wat mij aanspreekt, mogelijk ook wel potentiële klanten die het aanspreekt. En dan moet ik niet, als je gewoon, dan moet ik niet in het midden gaan zitten. Dan moet ik de rand op zoeken. Dan moet ik iets neerzetten wat je niet zoveel ziet. Dat vond ik belangrijk. En welk segment pak ik dan? Toen ben ik gaan kijken in de kunstgeschiedenis van, nou, wat is nou interessant geweest? Wat is nou op een gegeven moment wat echt aangesproken is en wat er nog steeds bestaat? Als je dan gaat kijken, dan is die Brücke, de Blauwe Reiter, dat zijn de eerste expressionisten uit de vorige eeuw. En dat houdt in? Wat is dat? Een bepaalde... Dat is een bepaalde stroming. We dachten, vroeger werd geschilderd, dan praat ik even in het verleden, 1000 jaar terug. Mm. Want een veldslager of een koning of een bisschop, weet ik wat. En dat was eigenlijk de fotografie. Ja. En toen de fotografie kwam, toen dacht iedereen van oké, dan hoeven we niet meer te schilderen. Maar dat is juist de ontsnapping geweest van schilderkunst in een vrije richting. Ja, geweldig. Dus na de schilderkunst kreeg je de eerste impressionisten. Hè, dus de mensen uit Frankrijk die alles maar een beetje half schilderden. En nou, dat vonden mensen in het begin vreemd. Maar dat is altijd als je maar een stroming... Maar hoezo half schilderden? Nou, die schilderden niet meer realistisch. Maar die schilderden gewoon de impressie van wat zij zagen. Ja. Van natuurlijke dingen. Ja. En daarna had je in Duitsland had je dan die Brücke, de Blauwe Reiter. Dat waren de expressionisten. De eerste expressionisten die schilderden de impressie. Maar die maakten van jouw mooie kleur in jouw gezicht, maakten zij groen en blauw. En dat is natuurlijk heel vervreemdend en veranderend. Maar dat geeft wel, dat geeft prikkels aan mensen. Weet je, daar ontstaat eigenlijk de echte kunst. Dat je verder gaat dan datgene wat we zien. Ja. En nou ja, goed, als je dat doortrekt, je had op een gegeven moment in de jaren, de eindjaren 40, begin 50, had je hier in Nederland Cobra-beweging met Karel Appel. Ja. Nou, dat vind ik geweldig. Dat vind ik echt zo ontzettend mooi. Waarom? Omdat je daar helemaal in weg kan dromen. Als je voor die doeken staat, dan droom je echt helemaal weg. Ik bedoel, er zijn op YouTube nog een paar filmpjes te vinden van Karel Appel. En als je ziet met wat voor een vaart die man schildert, is zo bijzonder. Dat is echt, die weet dan ook niet wat er gebeurt en dat doek ontstaat. Dan sta je voor en denk je, wow. Dan denk ik van, oké, zoiets wil ik ook. Maar dat is even wel leuk om te zeggen, wow, jij zegt wow, en jij droomt er een weg. Ja. Terwijl er ook mensen staan die denken, ja, die kunnen er niks mee. Nou, ik zal jou eerlijk zeggen, ik heb geëxposeerd in Mil. En ik had ik mensen uitgenodigd, had ik opening. En mensen komen allemaal kijken en zeggen, oh, Verman, mooi, mooi, mooi. Maar een week later heb ik daar ook gestaan. En toen waren al die mensen natuurlijk weg. En toen was daar een fietsroute en een wandelroute. En die mensen kenden mij allemaal niet. En er stond een man voor het doek en die stond zo te kijken. Ze zei, Jezus, wat een rotzooi. Oh. Ik stond achter die man. Ja. Ik vind het helemaal niet erg, weet je. Nee. Want het werk, zoals ik al zei, het zit aan de rand. Dus ik heb mensen die zijn er helemaal gek van. En er zijn mensen die zeggen, nou, ik vind helemaal niks. En dat is prima. Je kan niet voor iedereen iets maken, weet je. Nee, dat kan nooit, hè. En daar moet je ook wel tegen kunnen. Ik weet dat ik zoiets kan verwachten. Ja. En dat vind ik niet erg. Nee? Komt hij niet binnen dan? Nee. Wat binnenkomt zijn de mensen die op een gegeven moment zo voor het doek staan. Ja. Weet je, daar kan ik van genieten. En voor, voor hun maak ik het ook. Ja. Ja. En voor mezelf natuurlijk. Ja, dat snap ik. Ja. Uiteindelijk doe je alles voor jezelf. Hè? Ja. Hoe vind je het nou als je bijvoorbeeld een schilderij maakt en je zegt, nou, dit is een liefdespaar. Mm-hmm. Hè? Iets of een. En iemand anders die komt die denkt: oh ja, een prachtig schilderij. Oh ja, het zijn net twee carnavalsmaskers. Of oh, het lijken wel twee duivels of aliens. Ja. Dat jij dan denkt: ja, dat is dus helemaal niet de bedoeling. Wat vind je dan? Laat je dat dan los? Ja, juist. En jij denkt: van daar mag jij jouw ding van vinden? Ja, dat vind ik juist. Ik vind het juist goed. Ik vind het juist goed, want ik schilder en dan leg ik mijn idee erin en ook mijn verhaal. Maar degene die het aan de muur heeft hangen of die het ziet, nou, ga alsjeblieft met je eigen verhaal aan de haal. Ja. Dat is prima. Maar dan heb je wel, als je bijvoorbeeld de naam liefdespaar bijzet, dan heeft het wel een stempel. Ja, dan,
Dat klopt. Dan zou je moeten zeggen van, nou ja, ik heb het zo geschilderd. Maar wat zie jij erin? Ja, ik zie er twee aliens in. Ja, dat is ook goed. Ja, dat klopt. En je komt bij iemand boven de bank te hangen en iemand dan zegt, god, wat is het? Twee aliens van Mars. Oh, ja. Maar als het dan een naam heeft, dan wordt het toch... Dan wordt de fantasie beperkt. Dat klopt. Dat is ook zo. Maar als je hebt van, dit is een liefdespaar. Ja. Nou, daar kan ik heel veel fantasie in tuigen. Aliens kunnen het ook doen, hè. Dat is ook de aliens van Mars. Ja, dat is ook wel. Maar het is meer mijn idee van, ja. Ja. Als je het een naam geeft, heeft het wel een stempel. Dat bedoel ik. Dat klopt. Nou, we hebben ook wel eens getwijfeld om gewoon geen titel te geven. Ik heb een kunstenaar. Waar ik erg gek van ben van zijn werk, Jan te Wierik. De man is helaas overleden in 2002. Mm-hmm. Maar die maakt zo mooi werk, fantastisch. Maar die geeft dus geen enkel werk een titel. Yeah. Waardoor je dus de volledige yeah. vrijheid hebt yeah. om daarin helemaal in weg te dromen. Yeah. En jouw eigen verhalen te maken. Yeah. Maar dat is een keuze. Maar dat is een keuze, ja. 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 Maar het zou voor mij wel bijzonder zijn dat ik... Als ik een schilderij heb wat geen titel heeft, wat ik mijn titel aan kan geven. Hè? Ja, dat klopt. En toch kom ik er ook wel achter dat mensen die denken dat ik abstract schilder. En dat is eigenlijk niet zo, want nee. ik schilder tegen de abstractie aan. Ja. Het is geabstraheerd. En het helpt heel veel mensen als het juist wel een titel heeft. Ja, leuk is dat. Ja, ja. Ja, want daardoor gaan ze anders kijken. Daardoor gaan ze anders kijken. Ja. Ja. Ja, ik heb wel eens mensen gehad in een stand waar ik stond te exposeren. Dat mensen zeiden van, nou, ik hou niet van abstract. En ik zei, mag ik even iets vertellen? En dat ze gewoon niet weg te slaan waren daarna. Omdat ze toen zagen wat er ja. in de schilderij gebeurde. Ja. Als ik jouw schilderijen bekijk, wat ben jij dan voor een man? Want wat wil jij laten zien met jouw schilderijen? Nou, ik wil eigenlijk laten zien... wat ik belangrijk vind is dat mensen vrolijk worden van mijn schilderijen. Want dat vind ik echt oprecht, weet je. Er gebeuren in de wereld zoveel dingen die... Zo, je hoeft maar een krant open te slaan en het is een en al negativiteit. En dat vind ik gewoon zonde. En ik vind als je iets aan de muur hebt hangen, je komt uit je bedje en je loopt naar de huiskamer, dan denk je, hij moet, ja. moet hartverwarmend zijn. Dat vind ik belangrijk. En dat is niet een keuze om kleur te doen, want kleur vind ik gewoon mooi. Ja. Zeker ook om daarmee te experimenteren en een doek vol te zetten met kleur... En dat het toch in harmonie is, een evenwicht. Ja. En ik denk dat ik wel een mens ben zoals ik schilder. Ja? Ja. Ik ben geen sombere man, integendeel. Ik ben heel opgewekt, heel vrolijk. Dus je ziet altijd de zonnige kant van het leven? Nou, heel veel. Ja. Heel veel. Ja, ja heel vaak. Ja. Ja, dat is ook het mooie als je... Een creatief mens bent, kun je het leven wel weer zo creëren dat je weer ergens een zonnige kant ziet, hè? Ik ben wel een kleurrijk mens, ja. Ja, je bent wel een kleurrijk mens. Ja. Heb jij nou in jouw schilderloopbaan, om het zo maar te zeggen, ook fases meegemaakt? Ja, natuurlijk. Weet je, je kan niet zomaar dit in één keer maken. Nee. Ik ben heel vroeg begonnen en dan begin je met realistische dingen. Want je wil oefenen, je wil je ambacht wil je neerzetten. Dan ga je portretten maken, je gaat landschappen maken, je gaat zeegezichten maken, noem maar op. Hè. Dus de dingen die waar je gewoon mee leert om dingen goed neer te zetten. Nou, en op een gegeven moment dan denk ik van, nou, dat heb ik nu wel gehad. En dan ga ik een richting zoeken, een nieuwe richting. En ik heb er meerdere gehad. Ik heb ook een tijdje abstract geschilderd. Abstract water. En waarom? Waarom water? Nou, ik ben in 86 ben ik met mijn schoonvader de oceaan over geweest. En in een wedstrijd. En met z'n tweeën. En die tocht duurde 26 dagen. Oh. En daar hebben we 9 keer storm gehad. En uiteindelijk zijn wij aangekomen. Maar we waren een van de 48 die aangekomen was. En zijn twee schepen met man en muis vergaan. Jezus, ja, wat dus, heftig. Ja, dat was heel heftig. En door die heftigheid ben ik daarna jarenlang alleen maar abstract water gaan schilderen. Die waren wel heel somber. Die waren heel donker. Ja, dat is toch een soort trauma wat je op dat moment hebt opgelopen, hè? Ja, ja, ja. Was dat een bepaalde manier van verwerken of zo? Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, dat kan niet anders. Goh. Ja, en in één keer houdt het dan ook weer op. Dan kom ik weer in een nieuwe fase. En toen ben ik
heel kleurrijk gaan schilderen. Heel veel bloemen. Maar ja, op een gegeven moment had ik meer dan genoeg bloemen geschilderd. En dacht ik, nou ga ik echt iets doen waar ik gewoon heel breed in kan. En echt voor jarenlang vooruit. En waar ik dus ook wel zijwegen in kan gaan. En dat heb ik gekozen voor dit. Ja. Voor dit soort werk. Ja. Dus een beetje dat hele kleurrijke wel. Maar wel dat abstraherende en dat hele vrije. Ja. Heerlijk, toch? Ja, dat is zalig. Dat is zalig. Dit is oneindig natuurlijk. Nou, alles is eindig. Want ik hou er ook een keer mee op natuurlijk. Ik val ook een keer om. Ja, wel, maar ik bedoel deze stijl, hè? Deze ruimte waar je in kunt werken. Ja, dat is zeker waar, ja. Dat is oneindig. Ja, dat is echt oneindig. Dat is een van de weinige dingen wat oneindig is. Ja. Dat is zo leuk. Ja. Want kijk, ik ben geïnspireerd geraakt door de mensen uit de vorige eeuw. Waaronder ook Karel Appel. Ja. Hij is overleden. Mm. Maar ik schilder in op zijn soort beeldenissen. Dat is mijn inspiratiebron. Ja, schilder het niet naar, maar het is wel een inspiratiebron. Ja. Heb je die nodig, inspiratiebronnen? Ja. Ik ga heel vaak naar musea of naar galeries of lees boeken over kunst. Weet je, wat hebben andere mensen gedaan? Dat doen wij allemaal. Ja, maar is dat dan meer om te kijken van waarom dat ze het hebben gedaan? Of wat om te denken gedaan? Van, hé, dat is ook wel een goed idee. Verschillend. Dus het is verschillend. Bij sommigen zit er echt een achtergrond, een diepgang in. En bij sommigen gaat het echt om de vorm, of om de kleur, of om de techniek. Ja. Ja, maar het lijkt me zo moeilijk als je nou al die informatie die je hebt, hè, daardoor, dat is ook interessant, want het is jouw ding. Hè, dus je vindt het ook heel interessant om dat te weten en al die informatie op te slurpen. Maar ben jij dan aan het schilderen, dan is het jij met jezelf. Ja. Dan valt al de andere weg. Alles of zit weg. Dat nog in jouw achterhoofd? Nou, dat zit latent aanwezig natuurlijk. Dat heb je opgeslagen. Ja. En dat komt wel ergens terug. En zeker om het te verfijnen natuurlijk. Ja. Dat je daar bepaalde technieken of ideeën kunt gebruiken. Ja, precies. Ja. Kijk, ik vind het helemaal niet erg om bepaalde dingen als inspiratiebron. Je moet het alleen nooit naschilderen. Nee, dat klopt. Die, nou goed, ik ken ze wel, de kunstenaars die dingen toch tegen denk, dat is wel erg dicht tegen het. Dat vind ik laf. Nee, is niet leuk. Nee. Heb je ook series dat je maakt? Ja. Hoe toch? Ja, ik heb iets thematisch gedaan, dus dat is dan net wat minder vrij. Ik heb de uitzending van Ali B, die op televisie kwam bij De Wereld Draait Door. Ja. Toen hij helemaal in tranen ging en over zijn kinderen zat te zingen. Ja, dat weet ik nog wel. Dacht ik, oh, dat is uitgevlogen. Mijn kinderen zijn inmiddels ook, of onze kinderen zijn ook inmiddels uit huis. Ik denk, dat vind ik eigenlijk wel leuk, om iets te schilderen in de kindertijd. Wat ze meegemaakt hebben, of wat ik heb meegemaakt. En dat heb ik als inspiratiebron gebruikt om dat te schilderen. En dat doe ik vooral als ik op vakantie ben, want dan neem ik kleinere doekjes mee en dan zien ze er ook net iets anders uit. En allemaal jeugdherinneringen, mijn jeugdherinneringen of de herinneringen van onze kinderen. En die heb ik gewoon vertaald. Maar het zijn ook herinneringen die iedereen ook wel zal kunnen herkennen. Weet je, dit zijn jongetjes, 5, 6 jaar, echt qua jongens. Hè? Die gaan een beetje in de tuin lopen banjeren en dingen stuk liggen maken. Dit is de kuthond van de buren. In iedere buurt is er wel een hond die gewoon te groot is en altijd die kinderen achterna rent. Nou, dit is eentjes voeren. Dat heeft ieder kind wel een keer gedaan. Ja. We hadden een hond en die was net zo groot als de kinderen zelf. Dus wie laat nou wie uit, hè? Ja. En, nou, moederdag. Dit is moederdag. Dat zie je allemaal blij. En deze schilderijen zijn ook anders geschilderd dan die andere. Weet je, bij deze schilderijen dan moet je wat preciezer werken. Dan kan ik niet met een paletmes enorm uithalen, want dan vliegt gelijk de schilderij door de lucht heen. Maar dit is dus ook weer een zoektocht. Het is gewoon ook weer anders. En dat doet dat jou wel dan? Ben jij dan ook wel een emotioneel mens als je zo daarmee bezig bent? Of ben je dan ook weer dat je denkt, hé, leuk hoor, we zijn thuis uit. Och, dit was ook leuk. Oh, dit was ook leuk. Oh, kan dat stukje nog wel? Want dan zit je wel weer. Het ene wel, het andere niet. En dat is pas als het klaar is. Er zit bijvoorbeeld één schilderijtje bij en dat heet Mijn Bloedjes. Weet je, Astrid die heeft gezegd van, dat mag niet weg.
Daar moet je houden, want dat ben jij, dat is Koen en dat is Roos. Ja. En ja, dat zijn jullie. Dat zijn wij. Ze zegt, dat mag niet weg. Dus ook met de expositie die ik hier onlangs had, zat hier ook een rode sticker. Want ja, ze zegt, nee, die... Nee. Ja. Maar het is ook gewoon een heel lief, een heel klein dingetje. Leuk. En dan toch voldoende expressie in die gezichtjes. Dus ja, dat is helemaal top. Ja. Gebruik je nou ook je kunst zo bij je bedrijf? In de reclamebusiness? Dat klopt, ja. Ja. Ik heb voor een aantal klanten die eigenlijk niet direct een product hebben, maar meer een dienst, heb ik aangeboden om te zeggen, vertel je verhaal en dan ga ik dat schilderen. En die schilderijen die hangen hierop. Ik ga ze digitaliseren en die gaan we gebruiken in een website of andere communicatieuitingen. Omdat je dan een drager hebt voor het geheel. Dus iemand die bijvoorbeeld een vak heeft? Nou, een dienst. Of een dienst. Ja. Ja. Dat lijkt me ook moeilijk. Nou, er is altijd wel... Ik ga dan vragen stellen daarover. Van, nou, wat voor dienst heb je dan? En voor wie werk je dan? En wie zijn dan je klanten? En van daaruit komt er inspiratie voor die schilderijen. Ja. En die zien er dan anders uit als het werk dat ik nu dan maak. Ja, want dan moet je toch een beetje een opdracht, hè? Ja, dat is een opdracht en moet je gericht. En dan, het gekke is, ze blijven dan toch kleurrijk. Dat wel. Ja, blijven nog steeds kleurrijk. Ja. Ja, want daar zit dan die signatuur zit er dan in, hè? En, maar dat is dan, als ik het verhaal dan zo vertel, dan zegt iedereen, oh ja, nou, dat klopt. En er wordt heel verrassend op gereageerd. En je kan het natuurlijk niet voor iedere klant doen, maar voor sommige klanten is dat... Ja, maar dan lijkt me wel een druk achter zitten voor jou. Want je kunt natuurlijk niet denken, oké, nou, dan ga ik voor de doek staan en dan ga ik beginnen. En dan kun je wel vanuit een opdracht iets op papier zetten of op een doek zetten, maar het moet ook lukken. Net zo goed als dat ik een reclameuiting kan maken, kan ik dan ook zo'n schilderij maken. En daar voel ik geen druk. Huh? Bij het maken van een vrij schilderij is die druk soms veel hoger. Dat is heel gek, maar dan, want als het dan niet lukt, dan baal ik. Terwijl ik bij zo'n opdracht, nou, dan weet ik gewoon dat het gaat lukken. Ja, want dan weet je al wat je op papier gaat zetten. Precies. Want je bent gerichter. Ik ben gericht en ik heb het misschien zelfs ook al geschetst. Van nou, dit is ongeveer wat ik ga doen. En dan weet ik dat, dan hoef ik het alleen maar uit te voeren. Ja. Dus dat maakt het een stuk makkelijker. Ja. Ja. Het is ook wel leuk, zo dat je dan... Dat je ziet als je gefocust bent op iets, dat eigenlijk veel makkelijker is, het leven. Dan dat je de vrijheid hebt om je ding zomaar te doen. Ja, want dan ben je zo'n zwerver in je eigen wereld. Ja, klopt. Dus eigenlijk is het wel fijn om voor een opdracht te werken. Ja, een opdracht is veel, veel simpeler. Ja. En het zou ook veel simpeler zijn als je zegt, nou, wil je mij naschilderen? Dan hoef je alleen maar dat... Ja, makkelijk. Hé, hoppakee, klaar. Ja. Ja. Dus als ik er zo over vertel, dan is mijn zoektocht is ook een gevecht. En ook een ik kom dingen tegen, ook van mezelf vooral. Ja. Zoals? Nou ja, als het een keer dus niet lukt en dat ik dan baal, dat ik dan een beetje boos ben. En dan ga ik daar ook wel zitten mijmeren. Ja, wat daar vandaan komt of zo. Of dat wil je dan onderbouwen of voor jezelf... De oorzaak of zo. Hoe komt dat nou? Ja. Maar wel heftig dan als het dan ook een aantal keren niet lukt. Hè? Net wat jij vertelt, dat ik die memories moet gaan schilderen en dat het daarna weer wel lukt. Ja. Kom je dan ook achter waardoor het niet lukt? Nee, uiteindelijk laat ik dat los. Ja. Als het gebeurt op dat moment, dan baal ik ervan, dan ga ik er ook over na zitten denken. Ja. Maar als het dan denk ik okay, het is zo. Ik kom er wel een keer achter. Ja, het is wel een gestoei met jezelf dan, hè? Ja, tuurlijk. Ja. Lig je er wakker van? Nee, dat niet. Weet je, inmiddels het aantal vlieguren wat ik heb op het gebied van schilderen zijn zoveel... Ja. Dat ik ook vertrouwen moet hebben van, nu staat hij even stil, maar straks vliegt hij wel. Ja, maar daar heb je wel dan het vertrouwen? Of heb je dan wel dat je een beetje... Dat lijkt mij dat er toch een angst zit, dat je denkt... Als ik dieper in mezelf zou graven, dan wel. Dan zou ik heb ik buiten dat ik een heel vrolijk mens ben, heb ik ook een andere kant die ik gelukkig niet vaak tegenkom, maar die ik wel heb. Maar die er wel zit, ja. Het heeft natuurlijk ook te maken met
voor jezelf van, ik doe het goed, hè? Ik krijg een aai over mijn bol, hè? Zo dat stukje, hè? Ja, inderdaad. En dan doe je het niet goed en dan kom je eigenlijk een beetje, of dan lukt het niet, als een geslagen kind. Ja. Toch? Ja. Dat lijkt me ook wel heftig. Dat is iets van vroeger natuurlijk, wat daar zit. Nou, dat is wel mooi dat je dat zo zegt, want dat is ook wel zo, ja. Het niet goed doen, het niet gezien willen worden, of niet gezien worden. Ja. Dat is ook zo'n ding. Ja. Waar zoveel mensen tegenaan lopen. Hè? Ja, klopt. Nee, daar heb je wel gelijk in, ja. 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 Nou, je weet wat het is. Ik denk als je die kant van jezelf weet dat je die hebt en waar die vandaan komt, is het toch niet erg, want dan kun je ermee omgaan. Mm-hmm. Dan denk je, oh god, daar heb ik dat. Oh, hij komt weer naar boven, hè, die kant. Nee, ja, klopt. Maar als je het niet weet. Nee, maar hij komt iedere keer wel op een andere manier terug, natuurlijk. Ja. Dus iedere keer moet je jezelf weer richten en dan weer verder. Ja. Ja, ja, het is, ja, dat is het gestoei van het leven. Ja. Maar ja, vooral in dat stuk. Het is gewoon het gekke is, in mijn bureaustuk heb ik dat niet. Want het is allemaal heel gericht. En het is ook, veilig. Heel veilig. Dat is eigenlijk heel veilig. Ja. Terwijl dit, ja. Ja, ja. Ja, want ik denk dat dat voor jou jouw stukje is. Een heel grote veiligheid, hè, met jouw werk en zo. En ja, toch ook een beetje de ballen moeten hebben om daarin te springen en we zien wel dat stukje. Ja. Nou, zeker als ik weer ga exposeren en ik heb iets ingericht en ik heb nieuw werk, hoe gaan mensen daarop reageren, weet je wel? Maar dan heb ik wel een heilig vertrouwen. Ik hang altijd alleen maar iets op waarvan ik zeker weet van, oké, dit vind ik mooi. Dus er zijn ook andere mensen die dat mooi vinden. Ik heb, boven heb ik nog werken staan waarvan ik denk van, nou, zijn die nou af, zijn die niet af? En als ik daarover twijfel, laat ik ze niet zien. Nee. Want dan vind ik het gewoon niet goed, weet je. Ik moet er 100% achter staan. Ja. Ik moet 100% het gevoel hebben van, ja, dit is gewoon goed werk, dit is af en dit klopt. Ja. Wat is het voor jou, hoe wordt de toekomst? Nou, in ieder geval kleurrijk, hè. Die blijft wel. Ja, toch? Jawel, die blijft, jawel. Ja. Ja, het is een uitdaging om het eens minder kleurrijk te doen. Ja, dat ben ik nou weer. Om zit zo met, lijkt mij dan weer eens dat je denkt, hé. Nou, misschien komt dat wel, maar dat kan ik nu nog niet zeggen. Nee. Weet je, het is nog niet af. De richting die ik heb gekozen, die is nog niet klaar. Nee. En het kan best wel eens zijn, want er zeggen wel meerdere mensen tegen mij van, moet je niet eens een keer net even weer wat andere tinten gebruiken? Ontstaat wel. Ja. Dat komt wel. Ja. Dat heeft zijn tijd nodig. Ja. Net zoals ik in één keer switchte van abstract naar bloemen. Dat gebeurde van het een op het andere moment. Ja, echt waar? Ja. Ja. Dus de traumaverwerking was klaar. En één keer dacht je, nou ga ik eens... Ja. Ja, net of je weer denkt, en nou ben ik in het moment en ik ga nu de bloemen schilderen. Ja, zoiets. Dat is gewoon heel gek. Het is ook wel een heel gestoei met jezelf, hè? Is het ook. Je komt jezelf ook gewoon iedere keer weer tegen. Weet je, uiteindelijk zie je wel hele mooie dingen en ik heb er ook vertrouwen in. Ja. Maar het lukt niet altijd. Nee, soms heb ik een avond geschilderd en denk ik, wat heb ik toch een bagger gemaakt. Maar misschien is dat dan ook weer nodig, want de andere keer dan draai ik hem om en dan ga ik weer verder. En denk oh nee, viel ik toch wel mee. Ja. Hoe is dat voor jou als het niet lukt? Is dat dan ook dat je denkt, pff. Ja. Als je beneden komt, pff. Oh, dat heb ik wel, ja. Ja, dat ik echt kan balen. Dat lijkt mij dan zo. Ja. Een rotvak. Ja. Nou, ik moet zeggen, het laatste jaar heb ik die fase meerdere keren gehad. Dat vond ik heel vervelend. Ja. Ja. Want dan leg je toch de lat een beetje hoog voor jezelf, want je bent enthousiast. En dan lukt het niet. Ja, dan lukt het niet. Dan komt het er niet uit. Ja, en dan lijkt me ook heel moeilijk om de volgende keer weer te zeggen, nou, dan ga ik weer beginnen. Ja. Want dan ga je toch met een andere lading beginnen. Ja, klopt. Dat klopt. Dat lijkt me wel heftig. Nou, dat is wel zo. En wat is er gebeurd? Ik ben op een gegeven moment, had ik grote doeken staan. Best wel veel. Allemaal onaf. En het lukte maar niet. En toen heb ik het een tijdje stilgelegd. En in de vakantie heb ik toch kleinere doeken meegenomen. Ben ik daar weer mee begonnen. Die memories, zeg maar. Ja, en toen kwam het weer. En ben je nooit bij jezelf gaan zitten piekeren of denken van waar komt dat nou vandaan? Dat het,
dat het me niet lukte. Wat is dit nou? Of... Oh ja, 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 ja. Je wist wel de oorzaak voor jezelf. Ja, ja, dus, dan vertel ik dat tegen Astrid en die gaat dan gelijk zeggen: Josien, zit een muts. Je hebt gewoon een keer een lukkige keer niet klaar. Ja, ja. Ja, hoe simpel is het eigenlijk? Ja, ja, hè? Ja, eigenlijk heerlijk, zo'n vrouw, want die zet jou weer met twee benen op de grond. Ja, 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 hey, ja, waar hebben we het over? Ja, hè? Ja, ja. Want je kunt je eigen wel verliezen, denk ik, in het schilderen. Ah, het komt ook wel voor dat ze s'nachts om 3 uur zegt: waar ben jij nou mee bezig? Ik zeg: ja, ik ben aan het kijken wat een mooi doek. Weet je wel? En dan ben ik ook helemaal, ja, denk ik, niet meer aan tijd. En dan. En dan valt me om 7 uur op de week weer af. Ja. Ja, ik heb niet zoveel slaap nodig. Nee? Nee, 5-6 uur op een nacht, dan is dat meer dan genoeg. Ja, nou, dat is ook wel heerlijk. Ja. Dus je kunt echt je tijd ook volledig benutten, hè? Ja, ja, ja. Maar even over de toekomst. De toekomst? Ja. Ja, die is onbekend, hè? Ja, die is onbekend. Wist ik het maar. Ja, maar je hebt wel zoiets van, ik zie wel wat komt, of heb je wel een bepaalde doelstelling? Nou, ik... Heb ik een bepaalde doelstelling? Kijk, ik vind mijn bureau op dit moment nog erg belangrijk. En daar steek ik heel veel tijd en energie in. Ja. Omdat ik daar gewoon mijn centjes mee verdien. Ja. Maar ik wil dit niet loslaten, omdat ik gewoon dit kan ik blijven doen totdat ik ooit een keer omval. Ja, geweldig. Ja. Jij doet nog meer dingen. Je bent best wel actief in Boksel. Ja. Hè? Je doet ook in de kunst, de cultuur. Ja, ik draai altijd mee met cultuurmakers. Ja. Daar doe ik heel veel, vooral heel veel communicatie voor. Ik heb voor het Dommeltheater, dat is het varend event hier in Boksel. Ja. Heb ik alle communicatie gedaan. We hebben een nieuwe kunstweek, de Kunst- en Cultuurweek, die heet QQQ. Heb ik samen met Roeland Heesbeen hebben die naam bedacht. En samen hebben we ook daar... Waar komt die vandaan, die naam? Kunst en cultuur. Als je dat in elkaar drukt, krijg je QQQ. Mocht dat leuk. Cultuur. Ja, dus ja. Die, en we wilden iets prikkelends hebben. Iets wat een beetje gek was. Waarin je zegt, wij staan nou toch. Weet je? Nou, en ik organiseer de Rode Draad. En de Rode Draad is een jaarlijks event waar amateur en professionele kunstenaars aan meedoen. En die... exposeren dan in een weekend, hier in Boksel, of thuis, of in het dorp, hun werk. Ze zetten letterlijk de deur open voor allerlei soorten mensen. Voor iedereen kan komen. Voor iedereen, ja. En je krijgt ook enorm veel verschillende mensen binnen. Ja. Mensen die geïnteresseerd zijn en die oprecht iets zouden willen kopen. Of je krijgt mensen binnen die gewoon eens willen kijken, nou, wat maakt nou Jan, wat maakt nou Piet, wat doet nou Truus? Ja, gewoon uit nieuwsgierigheid. Uit nieuwsgierigheid. En dat mag ook, hè? Tuurlijk, dat is helemaal goed. Dat is helemaal goed. Ik vind het belangrijk dat, kijk, cultuur, kunst en cultuur is wel de bakermat van ons bestaan, hè? Kunst prikkelt en kunst brengt ons verder. Weet je, En natuurlijk ook, wat ik zelf altijd vind, is als je creatief bent... Dan ga je niet met de pakken neerzitten. Denk ik, hè? En dat is met kunst ook. Nou, dat je wordt geprikkeld, mensen worden geprikkeld en daardoor blijf je alert. Zo zie ik het een beetje meer. Nou, dat is fijn voor je dat je dat zo ziet. Ja. Maar ik vind kunstenaars die, die niet altijd echt even vrolijk zijn. Dat is heel gek. Maar dat is ook goed, hè? Want je hoeft niet vrolijk te zijn als je maar in beweging bent. Nou, zo ja. Ja, nee, dat wel. Hè? Ja, ja. Of je nou somber bent en je maakt mooie dingen. Of je maakt lelijke dingen terwijl je heel vrolijk bent. Dat maakt niet uit. Maar ik vind kunst en cultuur is zo belangrijk omdat de creativiteit van mensen wordt getriggerd. Ja, dat is denk ook. Denk ik, hè? Dat is nou, dat beleving. Klopt. Ik heb hier les gegeven aan kinderen, hierboven. Mm-hmm. En daar leer ik hun, als je zo'n vel hebt om zo groot te schilderen of te tekenen. Want als je een kind van een jaar of 8, 9 iets laat tekenen, die tekenen zo in een hoekje. Ja, ja. Het is dramatisch. Je moet dat breed uitzetten. Dan hoorde ik later terug van die ouders. Wat er met ons kind gebeurd is, weet ik niet. Maar ze zijn nog wel ook met tekenen en schilderen bezig. Maar ook met andere vakken gaan ze ruimer en breder mee om. Oh, dat is mooi. Ja. Er is onderzoek gedaan naar wat muziek bijvoorbeeld doet met kinderen. Dat is natuurlijk ook een vorm van kunst. Ja. Daarmee verhoog je gewoon het empathisch vermogen. Het leervermogen gaat omhoog. Er zijn echt heel veel positieve dingen die door muziek gestimuleerd worden. Maar dus ook door kunst. Willen we vooruit? Willen we op een gegeven moment gewoon innovatief blijven? Dan moet je experimenteren. Ja. En dan moet je ook eens een keer gekke dingen durven doen. Uit die comfortzone komen, hè? Precies. Ja. Ja.
Ik heb hier op een lagere school heb ik een keer geschilderd met alle kinderen. Waren er in totaal iets van 240. Zo. Ben ik begonnen in de onderbouw en werd ik waar schattig. Allemaal verschillende dingetjes. Ik had gezegd, nou, we gaan dieren schilderen en je mag het gekste dier schilderen wat je maar wil. En dat deden ze ook. Maar kom je in de middenbouw, dan had je al een paar segmenten. En kom je in de bovenbouw, dan had je maar eigenlijk als het ware twee kampen. Of je schilderde dit, of je schilderde dat. Ja, en die kinderen zijn dus 12 jaar en dan al bijna helemaal geconditioneerd. Ja. Nou, dat vond ik eng. Ja. Want hoe ziet er iemand uit als die 30 is? Ja. Weet je, dan zit je zo in een zo hokje, vast. Ja. Ze moeten allemaal weer naar een psycholoog om uit het hokje te komen. Ja. Ja. Zou het ook te maken hebben met onderwijs? Ja, natuurlijk. Want de ene school is natuurlijk creatiever en vrijer als de andere, hè? Nee, maar als je toch bedenkt dat wij hebben 100 jaar innovatie. Hè? Kijk naar auto's, naar dingen, alles wat wij ontwikkeld hebben. Wat ze op de lagere school krijgen, dat deden ze in eind 1800, deden ze dat. En dat doen ze nu nog. Ja. Op precies dezelfde manier. Ja. Ik denk dat er wel wat verschuiving komt, omdat ze veel meer samen moeten werken. En groepjes en thema's, dat wel. Ja. Maar er zit ook heel veel bij, waardoor je ziet dat het klasgewijs gaat. Ja. Ja, en het is toch triest, want het zijn toch de toekomst, hè? De kinderen. Hè? Ja. Dus ik bedoel, hoe vaster dat hun zitten, hoe groter probleem dat we later ook weer hebben in de maatschappij. Ja, natuurlijk. Ja. Dus het is heel belangrijk dat die kinderen van al heel vroeg gewoon bepaalde vrijheid hebben. Ja. Bepaalde vrijheid leren in, maakt niet uit, in muziek, in dans, in expressie, in ja, vrij leven. Ja. Ja. Ik ben er heilig van overtuigd, als je kinderen dat bijbrengt, dat ook meegenomen wordt in andere dingen. Ook zelfs in het oplossen van een wiskunde of van... Zeker. Weet je, ruimer. Ja. En heb je dat ook met je eigen kinderen gedaan? Want die zijn ook in de kunst terechtgekomen. Ja. We hebben ze altijd wel bijgebracht dat je er gewoon alles uit moet halen wat erin zit. En dat je gewoon moet experimenteren. En dat je gewoon ook gekke dingen moet doen. En dat kon ook bij jullie? Dat kon ook, ja. Nee, ja. Dat kon ook wel. Ja, leuk. Ja. Want je hebt een zoon en een dochter. Ja. En jouw zoon die doet een beetje hetzelfde als je, of niet? Nee, die heeft op de kunstacademie gezeten in Amsterdam. Die is scenograaf. Dat en is? En die maakt decors. Och. Decors voor theatergezelschappen. En die maakt decors voor festivals. En daarnaast schildert hij ook. En maakt hij kunstprojecten en... Leuk. Ja. Een creatieve jongen. Dus. Ja, echt heel, ja. En een heel handige jongen ook. Een hele handige jongen, ook een hele slimme jongen. En daarom wilde hij graag met zijn handen werken. Ja. Anders ging zijn hoofd ging op hol. En hij zegt, als ik met mijn handen bezig ben, dan kan ik het goed... Ja. Wat heeft hij bijvoorbeeld allemaal gedaan dan? Nou, hij is... vorig jaar is hij van de academie afgekomen. En wat heel bijzonder is, hij heeft meegedaan aan de pitch voor zomergasten. En dat is een wedstrijd of zo? Of ja, dat was een wedstrijd. Okay. Voor zomergasten, de VPRO. Ja. En er waren 105 inschrijvingen. En hij zat bij de laatste 5. Och. En hij wint. Och. Ja. Ja, dat is echt geweldig voor hem. Ja, dat is zo ontzettend gaaf. Ja, want het is nog een jonge jongen natuurlijk. Hoe oud is hij? Hij is nu 26. Ja, goh. Ja. Ja, en dan gelijk al zoiets. Ja, dat is echt immens. Oh, dan was je wel ook heel trots, zeker? Ja, natuurlijk. Oh. Ja, wij allemaal. Dat was ja. En ik vind dat zo gaaf voor hem. Want hij belde ook op in die week daarna. Hij zei, ja pap, ik ben gebeld door de radio en door de krant en door die krant en die krant en die krant. Hij heeft ook overal ingestaan. Ja, leuk hoor. Ja, dan heb je natuurlijk gelijk al een hele mooie opstap. Nou, naar, geweldig. Je hebt echt een beetje naamsbekendheid al, hè? Ja. Wat doet dat dan met jou? Ben je dan ook helemaal van... Ja, tuurlijk. Ja. 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 Want zijn jullie daar dan bij of zo? Of... Nou, dat was de enige keer dat we er niet bij waren. Oh. Dat was echt niet... De volgende dag zouden wij om 5 uur 's morgens gaan vliegen. Maar Roos, die zat, onze dochter, die zat in de zaal. En die heeft het met de telefoon opgenomen. En dus wij konden het wel op de telefoon het zien. Leuk hoor. Ja. Ja. En Roos, die is ook in de kunstbusiness? Of? Nou, die zit in de kleding, fashion industrie. Mm. Werkt in Amsterdam.
En nou ja, die schildert daarnaast ook wel niet zoveel als wij, maar ze doet het wel. Ja, leuk. Maar ze heeft jarenlang heeft ze tassen gemaakt. Och, leuk. Tassen ja. van bont en van tweedehands leer. Dus een oude bank werd dan het leer uitgesneden en daar maakt ze tassen van. En daar hebben we ook samen geëxposeerd hier. Art and Fashion. Och, hebben we twee keer gedaan. Echt heel succesvol. Ja. Echt heel erg leuk. Dus het zit bij jou allemaal in Amsterdam, in een grote stad. Ja. Ik hoorde ook dat je bij de Lions, voorzitter van de Lions bent. Geweest. Geweest. Je bent altijd één jaar ben je president van de Lions. En in dat jaar mag je dan je goede doel doen. Ja, maar wat is dat precies? Wij zijn een serviceclub. En wat doen wij? Wij zitten met een kleine 20 man, nou iets meer dan 20 man, maken wij een event. Daar halen wij geld voor op. En met dat geld gaan wij een goed doel bepalen. Zoals bijvoorbeeld? Nou, we hebben hier de voedseltuin. Die zit hier bij de Kleine Aarde. Ja. En die is dit jaar voor een heel groot gedeelte door de vorige president ingericht. Oh, ja. En die heeft dus allemaal materiaal gekocht, zaden gekocht en noem maar op. We hebben wel afgesproken dat wij een goed doel hier uit Bokstel neerzetten. Dat vinden we wel belangrijk. Ja. Want anders dan gaat het naar een land. Verdwijnt het. Weer, ja. Ja, en het is ook vaak niet zo ontzettend groot. Weet je, we halen ongeveer zo'n €10.000 halen we dan op. Maar je kunt er toch mooie dingen van doen, zeker hier. Hè? Ja. Ik had toen in de tijd bedacht, toen ik president was, van nou, ik wil kinderen met kunst en cultuur in aanraking brengen. Ja. En toen ben ik met een muzikant gaan praten, Harry Hendricks. En die adviseerde mij, doe nou eens ukuleles. Ik zeg, hoezo dat dan? Nou zit hier er zijn die kleinere gitaartjes. Kleinere gitaartjes. Ja. Hij zegt, kinderen leren in één les een liedje spelen. En er is niks zo leuk om resultaten bij kinderen te hebben. Nou, ik zeg, nou, daar geloof ik wel in. Dus ik had 20 van die dingen aangeschaft. En daar hebben we een kist van gemaakt. En er is hij langs alle scholen gegaan. En het is ontzettend groot succes geworden. Ja? Want er stond laatst in de krant dat er al meer dan 100 ukuleles hier in Boksel aanwezig zijn. Oh, dus dat scholen zelf ook kinderen, inkopen? Of, wat, kinderen? Ja, kinderen zelf, ja. Die dan zeiden van, oh, dit vind ik leuk. En die kochten er zelf een. Och, ja. Er is ook een heel ukulele orkest. Ja. Wat leuk, ja. Hè? Ja. Wat mooi om dat dan zo te zien. Door een leuk idee dat je denkt, wauw, hè. Zijn die kikken dan? Ja, natuurlijk. Ja. Natuurlijk is dat. Weet je, is ook wel leuk, hè? Als je een idee hebt ja. En je ziet dat verder brengt. Ja. Dat is gewoon top. Ja, dat is ook zo mooi als je zo'n zaadje plant ergens. Ja, dat gaat groeien tot... Ja. Van 20 stuks nou in één keer 100 stuks. Ja. Mooi dat jullie dat doen. Zijn het allemaal mannen die erin zitten? Deze club is allemaal mannen. Ja. Je hebt ook wel Lions, want Lions is wereldwijd. Ja. Er zitten een paar honderdduizend Lions heb je wereldwijd. En je hebt ook gemengde. Je hebt ook gemengde Lions. Het is maar net welke keuze je neemt. Ja. Maar die mannenclub bestond uit 75. En we hebben wel eens gezegd, van, nou moeten we niet samen gaan met de dames. Want je hebt ook een dames Lions club hier. Ik zeg, nee, weet je wat? Hou het maar apart. We houden het zo. Ja, is ook goed. Prima. Ieder zijn eigen ding. Ieder zijn eigen ding, ja. We gaan afsluiten. Nou. Was leuk. Ja, het was heel gezellig. Ik vond het super leuk om hier te zijn. Al die kleurrijke schilderijen. Een kleurrijk man voor me te hebben. Ja, nou, ik zit nou in het wit, hè? Nee, voor mij ben je kleur. Ik zie allemaal kleur om jou heen. Ik wil je bedanken voor dit mooie gesprek. Ja, nou, jij bedankt. En ik wens jou heel veel succes. Dank je wel. En een heel kleurrijk leven. Nou, dank je wel. Dank je wel. Oké. Okay. I'm going to go to the next one.